Oh, gasten, ja, maar kijk naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Tony Kok en we gaan vandaag weer die Fut Champions pakketjes openmaken. Echt fucking ziek. Ik heb weer de 40-0 gehaald. Ik ben nummer 8 van de wereld geëindigd volgens mij. Echt fucking ziek. We gaan gewoon die pakketjes openmaken. We gaan het wel allemaal zien. Ik ben super benieuwd wat het allemaal gaat worden. Hopelijk misschien op een Totti. Ja, je weet het niet. Team of the Year. En, zoals je ziet, nummer 8 van de wereld. Echt heel chill. Echt super sick. 4 Jumbo zelfs samen spelerspakketten. Oftewel 400k packs. Misschien wel een Totti. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Geen dubbele kans helaas. Die heb je alleen met de Lightning Rounds volgens mij. Wel 200k coins en 1 Ultimate Team van de Week pakket. Super chill. Want ik had bijna geen coins meer. Dus ik kan misschien ook nog een paar pakketjes openmaken. Weet je wel. Als de Lightning Round komt met de verdedigers of zo. Dus doe ik nog van de coins. Ik ga even meteen door met het pakketje openmaken. Ik ben super nieuwsgierig. Dus je ziet ook allemaal afbeeldingen van de Totties. En hier de Ultimate Team van de Week pakket. We gaan ze gewoon openmaken, we gaan het gewoon zien. Ik ben super nieuwsgierig. Let's fucking go. Hopen op een fucking Totti. Hopen op een fucking Totti. Of Higuain. Higuain is ook prima. Higuain is ook prima. Let's go! Ja, het is meteen een walkout. Is het... Nee, oh, het is geen walkout. Ik dacht dat het een walkout was. Ah, EA prank me gewoon, man. Ik dacht, dat dingetje bleef staan, dus ik dacht het is een walkout. Maar blijkbaar niet genoeg. Blijk of wat dan ook. Sterling wel. Sterling, die verkoopt wel. Die hou ik dan in. Oh fuck, ik kan hem meteen erop zetten. Ik kan beter meteen erop. Oh, kut, nu stuur ik hem alsnog naar mijn team. Maakt niet uit. Gaia, voor de rest is het gewoon een shit pack eigenlijk. Ik ga ze gewoon allemaal naar mijn team sturen en dan zie ik het allemaal wel voor de rest. Denk ik. Ja. Het beste wat ik eruit heb gekregen is een Villa. Dus. Nou, het is oké. Het is decent en de rest zal niet heel best verkopen. Dus ja, lekker meteen weg. Snel vergeten, we gaan lekker door naar het volgende pakketje. En hopelijk gaan we daar wat leuks uitpakken. Let's fucking go! Nee, nog steeds geen walkout. Maar het wordt wel een grotere flat, dus dat betekent een 83, 84 Saka. Ja, Saka. 84, prima. Prima pakketje. Die gaat voor 3-4k, dus dat is best wel decent. Aurier, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar die verkoopt ook wel. Voor de rest ziet het opnieuw niet heel best uit. Broos. Sinski, echt een hele goede rechtsback is dat. Ik heb het zelf nog een tijdje gebruikt. Ziet heel goed uit. Bolees hier voor de rest ook weer niet heel best. Ziet er volgens nog niet zo heel best uit voor me. Misschien gaat het nog wel beter worden, hopelijk. De rest ga ik gewoon lekker weg doen. Hoppakee, weg ermee. Dan gaan we op, weer naar pakketje nummer 3. En hopelijk nu wel iets tops. Hopelijk nu wel iets tops. Misschien wel een Totti. Hopelijk. Het is weer geen walkout. Kom op, geef me gewoon een walkout. Wel weer een grote vet, dus weer 84. Ja. Van het leden komen er 85 zelf, van Gaetan. Ik kan misschien wel voor een SBC gebruiken, dat is wat chill. Mertens is ook niet verkeerd. Volgens mij verkoopt ook wel een beugelfiets voor 1k of zoiets ook wel gaan. Dit is helemaal geen verkeerd pakketje. Ik zie best wel goede spelers, Rashford ook. Volgens mij verkoopt Rashford ook niet meer zo goed tegenwoordig. Ik geef trouwens een tip om L2 te gebruiken, maar ik vergeet altijd L2 te gebruiken. Het is gewoon automatisme dat ik als op die manier naar mijn clubs toe. Sorry als ik als je die. Als jullie het vervelend vinden, maar het is gewoon automatisme dat ik dat doe. En ik kon dat ook fixen in één keer of zo. Nee, dat gaat niet volgens mij. Dan mag gewoon zo up, oké, weg ermee. Oh, zijn we alweer bij pakketje nummer 4. Oké. Geef me nu wel die walkout, alsjeblieft. Geef me nu wel die walkout. Het kan gewoon niet zo zijn dat ik uit 5 pakketjes, 5 gewoon sikke pakketjes en dan helemaal niks pack. Dat zou wel echt diep triest zijn eigenlijk. Maar we gaan er gewoon voor. Let's fucking go! Nee, weer geen walkout. Dus ook geen Totti. Dus er zit geen Totti in voor mij helaas. Glicky. 83 was nog wel. Oké. Maar voor de rest, Nasri, dat zou ook wel verkopen. Saka zou nog wel verkopen. Oké, dan ga ik wel doen L2. Ja, oh, dat gaat wel een stuk sneller in ieder geval. Dan helemaal scrollen de hele tijd. Weer Kovacic. Die kan ik toch ook in één keer. Oh, alles snel verkopen kan ook. Dat doe ik ook even snel aanbieden. Ja, 3800 momenten. Oké, chill. Nooit geweten, maar nu wel dankzij jullie gelukkig. Maar is goed, we gaan nu bij het laatste pakketje. Ultimate Team van de Week pakket. Hopelijk zit daar dan de 90 reden, of 91 reden zelfs, Higuain in. Anders is het gewoon echt een shitpacks. Het is gewoon shitpacks. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Let's go!
Ja! Let's go! Dit moet Higuain zijn dan, hoop ik. Hopelijk alsjeblieft laat het Higuain zijn. Die is tenminste nog wel wat waard. Het is geen Argentijnse vlag. Het is wel een Deense vlag. Eriksen? Is Eriksen een walkout? Oké. Ik wist niet dat Eriksen een walkout was. Maar het is prima. Het is prima. Ik weet niet hoeveel die gaat. Casemiro ook. Voor de rest is het niet heel best. Om eerlijk te zijn. Oh, Ben Yedder zou ook wel verkopen. Vasquez, je had gisteren nog een draft gebruikt. Bijvoorbeeld zou Eriksen voor gaan. Oh, toch wel 300k. Oh, hij was zieke stats, man. Hij had echt zieke stats. En Casemiro. Zou dat voor lekker wat gaan? 40k. Oh, dat is wel oké. Voor de rest ziet het niet heel best uit. Verder. Oh, Ben Yedder toch... Nog 60k. Ja, ik denk dat ik hier misschien nog wel 500k al nog uit kan trekken. Maar het zou heel lastig worden dat trekken. Maar ik denk maar dat dat gaat lukken. En voor de rest zie ik niet echt heel veel best. Nou, dit gaat allemaal lekker naar... Oh, wacht. Ik doe het zo. L2, zoals jullie altijd zeiden. Altijd naar de club sturen. En dan is het wel weer mooi geweest, denk ik. Ja. Het is niet heel best eigenlijk. Eigenlijk best wel shit packs. Ik had Higuain ook kunnen packen, Isco kunnen packen, maar ik packte Eriksen. Ik hoopte eigenlijk op Isco of Higuain. Maar helaas, dit is het niet geworden. Alsnog, het zag even een keer het pakketje. Ik heb alsnog bij elkaar denk ik 700k met Ultimate Team Coins erbij gekregen. Dus het is goede shit. Het is uiteindelijk toch wel goede shit geworden. Dus in ieder geval boys, allemaal bedankt voor het kijken opnieuw. Doe nog even een lekkere blauwe duimpje. En subscribe natuurlijk nog even op de channel, gewoon omdat het kan. Ik heb bijna op de 1000 subs, dat is super chill. Als we deze maand op de 1000 subs kunnen halen, zou echt fucking ziek zijn. In ieder geval boys, bedankt voor alle big love, alle support. En zie jullie weer bij de volgende video. Peace fucking out!